Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 2.6 celdeling. Bekijken hoe cellen delen en bekijken wat er zo bijzonder is aan stamcellen. Gedurende je hele leven sterven er dus in je lichaam cellen af en maak je nieuwe cellen. Soms moeten cellen vervangen worden omdat ze oud zijn. Je huid bestaat bijvoorbeeld grotendeels uit dode huidcellen die constant afvallen. Tegelijkertijd worden er nieuwe cellen gevormd, die op hun beurt afsterven en de bovenste laag van je huid vormen? Wanneer er meer cellen gemaakt worden dan dat er afsterven, dan groei je. Je krijgt meer cellen. En dit gebeurt vooral logischerwijs wanneer je in de groei bent. Wanneer je ouder wordt, gaat het vervangen van cellen steeds langzamer en minder goed. Er sterven meer cellen af dan dat er gemaakt worden. Hierdoor verouder je en krijg je rimpels. Herinner je dat vrijwel alle cellen in ons lichaam een specifieke taak hebben? Onze spieren bestaan uit spiercellen, onze botten uit botcellen en in ons bloed zijn ook verschillende bloedcellen te vinden. Wanneer cellen een specifieke taak hebben, dan zeggen we dat cellen gespecialiseerd zijn. Wanneer cellen een taak hebben gekregen, kunnen ze in principe niet meer vanzelf in een ander soort cel veranderen. Een spiercel wordt niet vanzelf een huidcel wanneer je die op een wondje legt. Gespecialiseerde cellen kunnen zich bovendien nog maar een aantal keer delen, of in sommige gevallen helemaal niet meer. En dat is maar goed ook, want anders zouden we nooit stoppen met groeien. Sommige cellen delen wel wat vaker dan andere cellen. Zo leven rode bloedcellen maar ongeveer 110 dagen, best wel belangrijk dus dat die vervangen worden. De bloedproductie is dus een doorgaand proces. Hetzelfde geldt voor onze huidcellen. Deze slijten snel en moeten dus ook regelmatig vervangen worden. Maar de meeste cellen delen zelden en dan dus alleen maar wanneer het echt noodzakelijk is omdat er iets vervangen moet worden. Het is dus handig wanneer onze cellen zich kunnen blijven delen, bijvoorbeeld dus om nieuwe huidcellen aan te maken wanneer je ergens aan snijdt, of om na een hartaanval de afgestorven hartcellen aan te vullen. Om maar niet te vergeten dat het ook dus wel handig is wanneer je extra bloedcellen kan maken wanneer je bloed verliest. Voor het herstel van weefsels is het dus belangrijk dat cellen delen. We noemen dat een celdeling. Een cel maakt een kopie van zichzelf, inclusief het DNA en alle celorganellen, waardoor er na de celdeling twee dezelfde cellen zijn in plaats van één. In alle organismen, dieren en planten gaat dat op dezelfde manier omdat er na de celdeling twee dezelfde cellen moeten ontstaan, is het belangrijk dat eerst alles gekopieerd wordt. Een cel bereidt zich dus voor op de celdeling door eerst het DNA te verdubbelen en ook de celorganellen delen. Wanneer alles gecontroleerd is en klopt, dan deelt de cel zich waarbij het DNA goed verdeeld wordt over beide cellen. In elke cel is dan weer een volledige set chromosomen aanwezig. En om te zorgen dat er aan het eind de cellen ook even groot zijn, moet ook het cytoplasma meer worden. Dat noemen we plasmagroei. Na de celdeling zal een van de dochtercellen zich specialiseren. Was de moedercel een huidcel, dan ontstaat er een huidcel. Was de moedercel een spiercel, dan ontwikkelt een spiercel. De tweede cel kan zich dan of specialiseren, of klaarmaken om nog een keer te delen. Deze cirkel van delen, specialiseren en weer delen noemen we de celcyclus. De meeste cellen delen dus maar één of twee keer. En wanneer gespecialiseerde cellen delen, kunnen de dochtercellen dus alleen nog maar specialiseren in dezelfde taak. Dochtercellen van een huidcel worden dus alleen nog een huidcel, dochtercellen van een spiercel alleen nog maar een spiercel en dochters van darmcellen worden dus alleen nog maar darmcellen. Maar er zijn ook cellen die veel vaker kunnen delen, en dat noemen we stamcellen. Deze cellen kunnen dus nog vaak delen, en vaak zien we ook dat de dochtercellen niet helemaal op elkaar lijken. Wel is het zo dat ze dan tot dezelfde soort cellen behoren. Uit bloedstamcellen kunnen bijvoorbeeld verschillende bloedcellen ontstaan: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Ongespecialiseerde cellen dus cellen die echt nog alles kunnen worden en dus alleen voorkomen in het vroege embryo, dat noemen we dus embryonale stamcellen. Stamcellen kunnen zich dus nog blijven delen en dat is heel. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!